Ja, nog niet goed. En nu doet hij weer dit. Zo gaat het met Klas Bakker. Nou. Eén man uit Tsjechoslowakije. Nee, uit Tsjechië, pardon. Kan die nog? Roman Kreuzinger. Rijdt voor Saxo Bank van Bjarne Ries. Daar is hij met graagte opgepakt. Dan is er een gaatje. En dit is Dione. Nou, die ik in beeld krijg. Maar 25 seconden hier zo. Hoeveel? 25 seconden. En daar is Hermans. 3 seconden erachter. En dan de groep. Hoe zit hij? Dat is het belangrijkste. Want daar zit hij. Vermaledijde Sagan. En ja, daar zitten ze al. 40 seconden. Dus met een paar machtige uithalen zo direct. Zal het hiervoor in het peloton gaan gebeuren. Dit is Kreuzinger. Dit zijn lange 2 kilometers, want het steilste stuk van de Kouberg zit hier nu op zo'n beetje. En dat peloton gaat nu ontploffen, dat moet. Dat heeft de hele dag gewacht op die één ontploffing, daar gaan ze. Gilbert kijkt nog steeds. Daar links van de komt weg, al. Daar komt hij. Daar komt hij. Gilbert komt heel hard. Geen Sagan. Sagan past. Sagan past. Hier komt Gilbert. Gerrans in zijn wiel. Gerrans is de enige die meegaat. Gerrans die gaat het houden. Gilbert, geen Sagan. Oei, hey, Caruso. Slaat zijn ketting over. Daar komt Valverde. Valverde is de derde man. Dus Gilbert, Gerrans, Valverde. Dat zijn de mannen die u nu duidelijk in beeld heeft vanuit het peloton. Waar komen die nu uit? Ik zie geen Sagan komen zelfs. Sagan is helemaal weg. Dat kan. Gerrans in het wiel. Nee, niet in het wiel. Ai, dit is penibel. Hij kijkt naar Valverde. Dus maar ze zijn er nog niet. Gilbert. Dit is Kreuzinger. Dit is dus de leider. Die is boven nu op de Kouberg. Ja, en dan is het nog lang. En dan is het nog hoe lang. Hoe lang zit hij erachter? Dit is Gilbert. Ik zit hem op 10 seconden te klokken. Gerrans, en met 107 hebben wij Valverde gezien. En Valverde neemt niet over van Gerrans, zie je dat? Hij neemt niet over, Martijn. Nee, en dit is 10 seconden, hij gaat het halen. Ha! Zijn ze Kreuzinger. Kreuzinger namens de Saxo Bankploeg. Valverde wacht dus tot het vlak is en dan gaat hij aanzetten. Valverde weet wat hij kan en die rijdt dan in 1 ruk naar Gilbert toe. Kreuzinger heeft er nog goede snee op zitten. Hij heeft alleen de wind niet heel gunstig. En hij is onzeker. Hij gaat dus veel kijken en bewegen. Nee, maar het is de laatste kilometer. Dan moet hij wel heel snel zijn. Dan moet Gilbert werkelijk een stuk kunnen overslaan. Maar dat ziet er ook niet naar uit. Ik zag net 10 seconden. Hoeveel is het nu? Dus even Gilbert, aarzeling. Valverde en Gerrans rijden daar nu. Dat is? 9 seconden. Te laat. Hier Kreuzinger. Te laat. Te laat, zij binnen toe. Het spul is al naar binnen toe. En het is best leuk dat dit gebeurt. Heerlijk is dit. Dit is door de ideeën heen rijden van het hedendaagse wielrennen. Van wachten. Nee, de aanvaller krijgt nu gewoon waar hij recht op heeft. En ook nog Kreuziger, hè? De man die aan de dool was bij Astana. Uit de ploeg van Sagan afkomstig is. Nog steeds maar 27 jaar. Het is een verrassende winnaar op deze Amstel Gold Race. Maar we gunnen het hem wel. Heerlijk. 1 Roman Kreuzinger. Heel erg leuk dat het zo gegaan is. Dat is een mooie verrassing. Hij rijdt uit en die komen daar aan. Gilbert gaat van kop af en Valverde zit in zijn wiel. Het groepje komt nog terug op het wiel. Dus alles is voor niks geweest. Gilbert. Valverde 2. En Gerrans 3, denk ik. Ja. Maar deze man heeft dus gereden voor wat hij waard is. Hij heeft een gok genomen. Niet gaan gooien, jongens. Dat is allemaal. Er wordt nu weer
met menselijke waarde gesmeten bij het leven. Het gaat alleen maar om een man die hard gefietst heeft. En mag die alsjeblieft even uit hijgen. Ja, dit is, is heel leuk. Leuk is dit. Op eigen initiatief zelf de koers lezen. Zelf het besluit nemen. Dit is het moment om weg te rijden. De man die in 2004 wereldkampioen werd in Verona bij de belofte. De wedstrijd die Thomas Dekkers moest gaan winnen toen. Hij won hem. Toen reed hij ongelooflijk veel koersen. Hij won meteen al de ronde van Zwitserland. Toen dachten we allemaal, we hebben een nieuwe ronderenner. En toen heeft hij denk ik wel 300 koersdagen per jaar gemaakt. Ja, hij was een heel veelrijder was hij. En dus een belangrijk gedeelte van zijn leven, 26, 27, reed hij te veel. Eigenlijk, hij knaagde zijn eigen reserves, knaagde die aan. En nu wordt hij wat verstandiger waarschijnlijk gebruikt en niet misbruikt. En nu zit Leo van Vliet met de gast van vandaag. Dat is wel Mozer aan boord, ziet u daarachter. Dit is de winnaar, een verrassende winnaar, maar wel een leuke winnaar. Een man die durfde aan te vallen. Hij reed door het decor heen. Het decor dat opgesteld werd door de grote ploegen. Want zoals zij denken dat er gereden moet worden, wordt er vaak ook gereden. Maar vandaag ging dat even niet op. En dat is leuk. Maar je ziet ook dat in de strijd om de tweede plaats, dat gewoon die tactiek ook niet klopt die die ploegen erop nahouden. Met z'n allen voor één pion. Dat werkt zo niet. Nou, Ducro waarschuwt het peloton nog één keer. Nee, ik heb er nou nu over op. Dat wordt het, ik denk dat ik nu al... Je hebt je punt gemaakt. Ja. Hij bewijst het meer dan ik met 1000 woorden kan. En dan heb je nog altijd de tweede plaats. En dan komt in het donkerblauwe shirt komt Valverde. En Henao is dat die man met die blauwe streep op zijn helm. Henao, de man van Sky. Maar die wordt, die wordt geen... We krijgen zo direct wel een klassement. In ieder geval is dit Valverde. Dan Gerrans. Gerrans, Gilbert. En hier, welke Felix is dit? Nee, ik denk dat dit Meersman is. Meersman? Gianni Meersman. Laten we ons beperken tot het gezegde dat de aanval in ieder geval loont. Vandaag hier in Zuid-Limburg. Roman Kreuzinger op de troon. Als het dan toch een beetje circus moet zijn, hier leuk, Valverde. Hij werd zo hoog neergezet, die Kreuzinger. Net wat jij zegt, en hij bevestigt niet. En dan ga je bij Buren al snel naar de uitgang. En wie pikt hem op dit jaar? Dries. Precies, terwijl hij al eigenlijk helemaal uitgepoept was. En dan dit. Oh, heerlijk. En ja, er gaan veel mensen weer allerlei bijgedachten koesteren. Maar Ries heeft ook een hele grote naam in het motiveren van renners. Vraag maar aan Karsten Kroon. Wat zo'n hier man is van Valverde. Muy bien. Muy bien. Ja. Dit meent hij.